Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom bij dit eetdagboekje. Ik ben Madelisa en ik ga je laten zien wat ik vandaag allemaal eet. Vandaag is het dag 1 volgens het menu van project Gezond. Of in ieder geval de eerste dag dat ik het ga volgen. Ik heb het uitgeprint en wel super makkelijk. Ik volg het 1800 calorieën menu. Maar ik ga natuurlijk het een en ander ding aanpassen. Want we beginnen officieel vandaag met 200 gram kwark, 40 gram granola en een banaan. En over het algemeen, als ik het zo doorlees, en ik heb dit programma al vaker als basis gebruikt, heb je vrij weinig proteïne. Ik geloof dat je rond de 50 tot 80 gram proteïne per dag zit. En als ik het zelf uitreken, zou ik zo rond de 135 gram proteïne moeten komen. Dus ik ga soms wat koolhydraatrijke producten vervangen door wat meer eiwitrijke producten. Ik ga dus ook niet de banaan erin doen. En ik heb nog in plaats van gewone kwark deze nog een half schaaltje. Dus dat is 250 gram kwark. Er zitten meer proteïne in dan in gewone kwark. Dus dat ga ik dan pakken. En die 40 gram granola wordt waarschijnlijk 30. En ik denk dat ik een blauwe bessen in ga doen in plaats van een banaan. Want banaan is heel erg rijk koolhydraat. Maar het is gewoon de blueprint. Het avondeten doe ik eigenlijk wel allemaal zo houden. Want dat is gewoon makkelijk. Anywho, ik ga jullie vandaag gewoon allemaal laten zien. Ik ben nog wel een beetje coach make-uploos. Want het is de maandag van mijn vakantie. Het is 9 uur. Ik had mijn wekker gezet om 6:15. Eerlijk is eerlijk, mijn wekker stond om, nou ja, oké, 6:55 stond die. Maar de wekker ging en toen ben ik gaan snoezen. En ik geloof dat ik pas om 8 uur bedacht, ik moet echt wakker worden. En toen bleek mijn Apple Watch nog niet geüpdate te zijn. Dus dat heb ik op gewacht. En toen ondertussen op TikTok verdwaald geraakt. In het beginnen van je eigen groentetuintje. En I'm very tempted. Maar als je nog niet mee kent, ik laat alle planten doodgaan. Dus ik moet nog even mezelf en dan even Pascal overtuigen dat ik daar moet beginnen. Anders is dat een mooi projectje om van de week te beginnen. Dus ik ga zo eerst mijn vitamine C maken. Ik ben vorige week bij mijn moeder geweest en daar heb ik mijn L-glutamine laten staan. Dus die kan ik niet innemen. Ik merk het wel gelijk aan mijn buik. Ik voel me een stuk opgeblazener. Dus ik ga het vandaag wel bestellen. Dat ik een nieuwe zak op voorraad heb. En ja, laten we eerst maar eens op het ontbijt gaan maken. Your attention, can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice, feeling kind of hypnotized. I'm looking at you and I feel the tension. You know, this could be like. Ondertussen alles weer ingevuld in mijn fitnessspel. Om gewoon even te checken: van, zit ik inderdaad goed met mijn eiwitten? Zit ik rond die 800 calorieën? Omdat ik niet alles zo ga doen zoals hun dat doen. Zo zie je bijvoorbeeld bruine bolletjes staan bij de lunch. Is een kanapen. Wij eten gewoon brood dus, of crackers. Het nadeel is wel dat mijn abonnement bij Premium is verlopen. Dus ik kan het volgens mij niet heel erg goed zien. Hoeveel kan ik dat dan nu zien? Oh ja, dat kan ik wel zien. Voor nu kan ik dat dan zien hoeveel eiwit en proteïne dat is. Omdat ik voor de rest nog niks anders heb ingevuld. Maar dan hebben we 22 gram koolhydraten, 3 gram vet en 22 gram eiwitten. Dus dat is keur. En ik heb dan in totaal nu 224 calorieën op en op het ontbijt staat 381. Dus dan heb ik een klein beetje speling voor de rest van de dag. Dat vind ik wel helemaal goed. En dan ziet het er uiteindelijk zo uit. Het is dus 200 gram kwark geworden, want meer zat er niet in het pakje. 30 gram blauwe bes en 20 gram granola. Ik heb al mijn vitamintjes en dingetjes zoals vitamine K, L-carnitine, zink, zit van alles nog wat tussen. En mijn vitamine C staat ook nog te bruisen. Dus ik denk dat ik het wel een goede start van de ochtend kan doen. Ondertussen is het al bijna 3 uur en heb ik in ieder geval mijn gezicht gedaan. In ieder geval, ik heb een gezicht op. Want ik moet zo even op kantoor verschijnen en dan komen er andere mensen. Ik dacht, nou moet ik toch wel een klein beetje meer presentable zijn. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst nog even mijn tussendoortje snackje eten. Zoals ik niet zie, moest ik eigenlijk vanmiddag 2 bruine bolletjes eten. Dat zijn uiteindelijk gewoon 2 boterhammen geworden. En wel met kaas en rauwkost en met magere vleeswaren. En dat was een kipfilet en rauwkost. En zou ik nu 2 rijstwafels met zuivelspread en rauwkost mogen eten. Maar ik mag vanavond alleen maar 40 gram pure chocola. En ik eet natuurlijk geen chocola. Dus wat ik doe is, ik eet nu mijn tussendoortje. En toen kwam ik tot de conclusie dat ik helemaal geen druivenvat verkocht. Dus ik heb een half bakje komkommer. En dan doe ik een aromat overheen. En dan voor mijn proteïne pak ik even deze erbij. En dan denk ik dat ik ongeveer ook wel rond die
200 calorieën zit. Want ik had hier natuurlijk calorieën over. En waarschijnlijk hier ook omdat een boterhammetje minder heftig is als een bruin bolletje. En dan kan ik dit eventueel naar de middag of naar de avond verplaatsen. En dan kan ik dit ook nog een beetje uitsmeren over de rest van de dag. Was mijn plan. Dus ik dacht, ik doe hier wat aromat overheen. Een beetje zout. En dan een makkelijk smoothie. Looks good enough to me. Ik heb dus lekker de bami gemaakt. Super simpel. Gewoon minetjes koken. Ondertussen is het al bijna 9:10. En dan heb ik natuurlijk al lang mijn hoofdgerecht op. Het was lekker bami met Chinese wokgroenten, een zakje bami nasi kruiden, een kipfiletje en 2 eitjes. En nu is het tijd voor mijn late night snack. 2 rijstwafels met een beetje komkommer sandwich spread. Ik merk dus dat ik, als ik bezig ben s'avonds, dat ik minder trek heb. Want meestal is s'avonds juist het moment dat ik heel veel ga eten. En ik had nu expres een beetje afleiding gezocht. Ik moest nog het een en ander achter de computer regelen voor de bruiloft. Nou, als dat moest niet. Maar ik wou in ieder geval zorgen dat de hondenopvang hebben. Hondenopvang is echt super moeilijk hier in de buurt. Het schijnt landelijk een ding te zijn dat je echt van maanden van tevoren moet reserveren wat er in januari. Een redelijk spontane vakantie, als in we wisten wel dat we weg wilden gaan, maar we hebben echt pas 6 weken of zo van tevoren geboekt. Toen konden de honden dus niet meer naar het hondenresort hier vlakbij, toen moesten ze echt naar de andere kant, want er was anders geen plek. En dus dat wilde ik even geregeld hebben, we gaan pas volgend jaar over 14 maanden pas trouwen, maar ik wil dan niet dat we met hun in ons maag zitten, dat we ze niet bij hun vast pensioen konden brengen. Dus dat heb ik vast geregeld. Super excited. Maar daarna was ik natuurlijk helemaal into een rabbit hole. Met allemaal dingen die ik voor een bruiloft kan regelen. En allemaal dingen bekijken. Zoals een DJ of een fotograaf. Of een you name it. En ik heb er gezocht. Maar daardoor dacht ik niet. Ik, oh shit, ik moet wel nu wat eten. Want anders dan heb ik echt straks zo'n graag. Maar kan ik eindelijk even zitten. En dan wil ik alleen maar snacken. En dan heb ik er maar geen zin in iets gezocht. Dus 2 rijstwafels met sandwich spread it is. En dan ga ik daarna de honden uitlaten, douchen en naar bed. Want ik moet eigenlijk ook gewoon weer in een beetje ritme komen. Ik merk nu ik geen vaste baan meer heb. Of in ieder geval geen dat iemand anders mijn planning maakt. Dat ik de neiging heb om weer een avondmens te zijn. Dus als in dat ik echt pas tegen de nu energie ga krijgen. En dan van alles nog wat nog ga uitspoken. En dan 's ochtends uitslaap. En op zich is dat niet heel erg. Maar ik vind het ook heel erg ongezellig voor Pascal. Dat ik dan 's avonds super veel energie heb. En hij op tijd naar bed moet. En hij er om 7:30 uitgaat. En ik er al mee blijf liggen. Plus dat straks ook gewoon niet kan als die kinderen er zijn. En dan hoop ik dat ik gewoon wat productiever kan zijn als ik gewoon alles 's ochtends uit de weg krijg. En niet het gevoel heb dat ik nog hartstikke moe ben. So, that's it. Echt, de hoek hier aan mijn benen wordt echt... What the heck? Hou jullie eens op. Ik word gewoon helemaal omver geduwd hier. Ik ga nu mijn rijstwafels opeten en lekker met de honden wandelen. En dat is het dan voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Als dat zo was, geef deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan zie ik jullie in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doeg! I just close my eyes and dream.